Goedemiddag Mark, weer een geslaagde actie. Hoe ver staan we nu met de onderhandelingen? Wel ja, na de grote betogingen van in de herfst vorig jaar al en dan ook nog eens in december en dan ook nog een grote betoging in maart, zijn we hier vandaag opnieuw. En de onderhandelingen zijn in januari gestart. Ondertussen zijn we 5 maanden verder en dan wordt het toch wel eens tijd om u de vraag te stellen, hoe kan dat nu dat we nog altijd geen sociaal akkoord hebben, dat die onderhandelingen nog altijd niet vooruit gaan. En het is eigenlijk, zowel de federale regering als de Vlaamse regering, moeten we een akkoord kunnen maken. En het mandaat is niet duidelijk. De federale premier Michel heeft een opdracht gegeven aan Peters en aan de Blok om te onderhandelen. Maar wat is hun mandaat? Wat is de inhoud daarvan? We hebben ook vandaag, gaan we die vraag ook stellen. Hè. Is de inhoud een lege doos? Of is er echt een budget? En vooral is er een meerjarenperspectief? Want een sociaal akkoord moet over meerdere jaren gaan. Met de Vlaamse regering, idem dito, als daar nu vandaag een eerste voorstel is gedaan, dan hebben we daar nog heel veel vragen bij. Pas een budget voorzien in 2020, dat is het moment dat die Vlaamse regering weg is. Ja, dat is gemakkelijk. Hè. Als je weg bent, dan gaat het gebeuren. Dat is veel te laat. We zijn intussen 17, wij willen ook een perspectief in 18 en in 19. En ook moet er rekening mee worden gehouden dat in de Vlaamse non-profit werken nu maar liefst 50% meer mensen dan in het vorige sociaal akkoord. Je kunt toch niet doen alsof die niet bestaan. Hè? Die moeten dus ook een rechtmatig deel hebben in hun loon- en arbeidsvoorwaarden, maar evengoed in de kwaliteit van hun werk, evengoed tegen de werkdruk en meer jobs. Dus vandaag is eigenlijk een wake-up call, als je wilt, om te zeggen wij gaan echt niet stoppen voor we resultaten zien. Ja. Het is bijna zomer, de zomervakantie komt eraan. Wat is er na de zomervakantie gepland? Wat is de volgende stap? We zullen niet stoppen tot die resultaten er zijn, ook na de zomer niet. Ik denk dat iedereen in de non-profit weet dat soms een sociaal akkoord een lange adem heeft en we zijn daar ook op voorbereid. We gaan dat ook lang volhouden, dat weten we dat we dat kunnen en de mensen gaan dat samen met ons echt wel volhouden. En we gaan doorbijten, we gaan doorzetten, ook na de zomer, tot er een akkoord is. En we zullen opnieuw ons actieplan daarop afstemmen. Acties op de juiste moment en naar de regeringen als het nodig is. Maar als het moet, ook naar de werkgevers. Want ook zij mogen niet vergeten dat zij een partij zijn in een sociaal akkoord. En ook zij moeten meewerken en vooruitgaan samen met ons tot er een resultaat is.